Zaterdag werd het vijfde Harlingen kampioenschap sloeproeien georganiseerd door de Stichting Watersport en Recreatie Evenementen in samenwerking met sloeproeivereniging Okkerhel en Steemar. Met telkens een minuut tussentijd gingen er ruim 40 roeisloepen achter elkaar van start in de Zuiderhaven. Ze voeren eerst naar de industriehaven en vervolgens de Waddenzee op via de boontjes in de richting van Zurich. Bij de boei boontjes 33 werd gekeerd en bij de Sasbrug in de Harlingenhaven was de finish van het 15 kilometer lange parcours. In 6 categorieën waren even zoveel prijzen te winnen. 3 voor de damesteams en 3 voor de heren. Als extra prijs werd de Vic Berends wisselbokaal uitgereikt. Kortom, een leuk watersportevenement met als bijzonder element een groep bruinvissen die in de havenmond een watershow verzorgden.